Goedemorgen allemaal, kijkers. Het is vandaag dinsdag, 5:50. De man die loopt elke morgen zijn hond uit te laten op de dijk. Het is een petje af voor hem, want donker. Maar hij is goed verlicht, hij heeft een zaklamp bij hem en een hesje aan. Daar zijn ze de lampjes vergeten uit te zetten. Die zouden we wel hier hebben, jongens. Dan hebben we toch een gratis nachtlampje. Maar goed. Nou, gisteren een vlogje gemaakt natuurlijk. Een klein vlogje. En ik wilde uitproberen om elke dag een vlog te maken. Om een beetje in die ritme te komen van YouTube. Om zo meer kijkers te krijgen. De algoritme heet dat vlog. Ja. Dus ja, we gaan het proberen. Al is maar 10 minuten. Al is maar 10 minuutjes per dag is al voldoende, is me verteld. Dus probeer een beetje onderwerpen erin te krijgen, mijn werk een beetje. Ja, ik weet niet of mensen op zitten te wachten, maar goed. Je moet wat proberen, hè. Nu rij je op de Blaakse dijk. Netjes 50, want dat willen de bewoners graag. Ja, de bewoners willen graag terug naar 30. Maar ja, ik zeg dat ook in principe. Je gaat er zelf wonen, hè? Aan zo'n dijk. Dat is allemaal vrijwillig. Niet, Thank you.
beste volgers en kijkers van mijn kanaal. Het was even weer lekker aan de waterkant. We gaan weer even aan de slag. Nou, vandaag ook veranderingen ga ik doorvoeren. Ik ga stoppen met Instagram. Voor 1 en 2 HW. Ook voor vloggergerpen te zoeken. Want iedereen, als die me wil volgen, dan moet je me abonneren op mijn YouTube kanaal. En daar ben ik te vinden. En verder hou ik op mij lekker aan mijn gemak. Een beetje vloggen. En dat is wat ik leuk vind. Dus. Nou, we gaan weer wat doen. Tussendoor, snij je af, net ook weer eentje, maar goed. Ik kan wel ijsje gaan laten maken, maar ja, dan schiet je er mee op, hè. Ik heb er ook zo'n voorraad, maar ja. Ik heb mijn eigen auto en barrelzakjes. En dat gaat de Lies niet fijn vinden. En naar rechts en van links en naar rechts, zo gaat dat elke keer. En dan denk ik dat ze drie auto's opgeschoten zijn. Blijf gewoon rijden op je baan. Dat werkt veel beter. Maar goed, ik maak me er maar niet druk meer om. Die tijd heb ik al gehad. Nou, misschien dat we vanavond eens kijken wat we vanavond nog kunnen doen. Misschien dan even. Ik weet niet of wat. Wat incidenten zijn waar we nog even naartoe kunnen gaan. Dus. Dan staat er weer eenmaal pech. Die doet het niet meer. Ook vervelend.